welkom bij thuistraining bij FSF. Vandaag hebben we de Bergener warm-up. Maar deze week gaan we werken aan de heaving snatch balance. Vorige week was het een snatch drop. Vandaag gaan we voor de heaving snatch balance. Daarna, de workout van de dag, hebben we een 18 minuten AMRAP. Hierbij beginnen we met 20 keer een dumbbell deadlift. Hoeft niet een dumbbell te zijn, kan ook een rugtas. Kan iets zwaars dat je hebt, een kettlebell, wat dan ook. Maar dan begin je eerst met de 20 keer dumbbell, rugtas, iets, deadlift. Voorgeschreven gewichten hebben we wel. 15 voor de dames, 22,5 voor de mannen. Daarna ga je door met 10 keer een dumbbell push press links. Daarna gaan we lekker rennen, 200 meter rennen of lopen. 100 meter lopen. En dan gaan we terug naar de dumbbell, kettlebell, zware iets dat je hebt, rugtas, wat dan ook. En doe je een deadlift met je rechterhand. Daarna push press 10 keer met je rechterhand. En dan gaan we weer lekker rennen 200 meter of lopen 100 meter. Verder, als je daarmee klaar bent, hebben we weer een lifestyle tip voor jullie. Gaat weer over eten. Wat we kunnen doen deze week is werken aan eten tot 80% vol. Dus, je kan het wel voelen als je aan het eten bent en je gaat gewoon lekker door. En dan is het, oké, dat is waarschijnlijk 100%. En dan als je een beetje dichterbij komt, het gaat richting de, dat is waarschijnlijk 90. Dan kan je nog een beetje daarmee spelen. En net ervoor, goed, dat zal de 80 zijn. Als het echt blijft rommelen, dan zit je waarschijnlijk richting de 60, 70. Ga maar nog een paar lekker hapjes nemen. Dus, beetje daarmee spelen. Werken richting dat 80% vol gevoel. En kijk maar hoe het gaat. Wat we ook hebben. Word of the day. Het is een hele goeie en ik kan er heel veel daarover zeggen. En heel veel uitleggen en veel woorden gebruiken. Want het is pleonasm. Pleonasm. Wat het betekent is gewoon te veel woorden gebruiken. Dus, misschien moet ik gewoon maar ophouden met de pleonasm. Het was leuk om jullie weer te zien. Of niet echt zien, maar jullie kunnen mij tenminste zien. Dag. Veel plezier met de workout. All right. We gaan weer deze week de Bergener warm-up doen. Hetzelfde als vorige week, de eerste vier stappen. En daarna hebben we de heaving snatch balance. Dus Nolan zou de eerste stap laten zien. Dat is gewoon de down and up. Je blijft goed lekker staan. Je knieën een beetje naar beneden, naar buiten doen. En dan kom je lekker omhoog. Tak, down and up. Down and up. Vervolgens gaan we de ellebogen hoog en naar buiten brengen. En nog een keer. Dit wordt gevolgd door de muscle snatch. Lekker dicht bij je lijf blijven met de stok. En terug, nog een keer. En daarna gaan we door met de overhead squat. Goed strak blijven, buik bij de benen. En lekker naar beneden en weer omhoog. Dat waren de eerste vier stappen weer. Nu gaan we wat anders doen. Vorige week was de snatch drop. Nu gaan we de heaving snatch balance doen. Dus de voeten zijn goed onder je, de ellebogen zijn goed onder de stok. En dan maken we een klein dip en drive, net zoals de down and up. En dan gaan we lekker eronder. Hoeft niet super snel te zijn. Mag wel, hoeft niet. Je houdt de controle en goed strak in je lijf blijven. En zo ga je de heaving snatch balance doen. Zo, voor de workout. AMRAP. Bang. 18 minuten. We beginnen met de 20 keer dumbbell deadlift. We gaan wel met de linkerhand doen. Ik denk dat de rechterhand niet zo handig is. Hè? Hand is niet handig. Oké, we beginnen met de linkerhand. Dus vanuit deze positie, de dumbbell is op de grond. Je kan wat anders gebruiken. Een rugtas, een kettlebell, wat je hebt, wat lekker zwaar is. En dan de billen gaan naar achteren. Je houdt je rug mooi recht. Je pakt je object en dan ga je lekker staan. En weer naar beneden. Mooi rechte rug en staan. En naar beneden. Laatste keer. En vanaf de laatste herhaling, de 20, kan je door met 10 keer een dumbbell push press met dezelfde hand. Dan breng je het naar je schouder toe. En vanaf hier maak je een mooi dip and drive. Blijf rechtop. En dan stoot je de dumbbell, kettlebell,
rugtas, wat dan ook je hebt, lekker omhoog. Bang. En weer terug. Zo kan je lekker door achter elkaar. En als het niet zo goed gaat, kan je altijd even rust op de schouder en nog een keer reset maken voordat je doorgaat. Als je klaar bent met de 10 keer, dan gaat de dumbbell kettlebell rugtas, wat je hebt, op de grond. En dan ga je lekker rennen. 200 meter. Go, 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 go. Dit is een supersnelle 200 meter. Misschien even rusten als nodig als je terugkomt. Maar dan ga je door met de andere hand. En helaas, 80% vol. Blijkbaar is 80% vol veel eten voor Nolan. Dat geeft niet. Maar als je klaar bent met de linkerkant, dan ga je naar de rechterkant, maar Nolan dan niet. Ach ja. 20 keer een dumbbell deadlift, 10 keer een dumbbell pushpress en dan weer rennen. We gaan 18 minuten door, 18 minuten AMRAP, even je rondjes vinken. En daarna gaan we. Dat werkt niet zo goed, maar ja. Veel plezier en we houden op met de pleonasm voor vandaag. Doei!